lied ging hebben over Oekraïne, et cetera, zei hij, daar doen we iets van het hart. Ik ben zo trots op Diederik Samsom, wat hij deze week heeft gepresteerd in de Tweede Kamer bij de Algemene Beschouwingen. Ben je ook trots? Ik denk dat we een goede week achter de rug hebben, maar dat was een goede week in Den Haag. En die heeft op zich nog geen enkele betekenis in de rest van het land. Als we er nou vanaf nu niet in slagen om al dat mooie uitgewissel wat er dan tussen interruptiemicrofoon en katheder in Den Haag gebeurt, om dat ook daadwerkelijk om te zetten in dingen die mensen gaan merken. Dus ja, dit was een mooie week, maar we hebben nog veel mooiere weken voor de boeg. Veel belangrijkere weken, wat mij betreft. Maar nu je toch Frans Timmermans noemt. We hebben het afgelopen week, ik kon een stuk meemaken van het laatste blok. En dat gaat natuurlijk ongelooflijk vaak over maatregelen, over beleid, over koopkracht, over pensioenfondsen. Maar soms is de politiek er ook nog voor iets anders. Voor nog iets belangrijkers. Om er te staan als dat nodig is. Als er iets gebeurt in Nederland of daarbuiten, waar heel Nederland van in de war of geschokt of heel verdrietig van is, dan vragen wij ook van de politiek om er te zijn. En dan ben ik dus heel trots op het feit dat wij dan ministers leveren, en in dit geval een minister van Buitenlandse Zaken leveren, die met tomeloze inzet en energie ervoor zorgt dat de belangen van Nederland en overigens van de hele wereld elders worden gediend. En die in staat is om als geen ander datgene wat wij allemaal voelen onder de woorden te brengen op het belangrijkste wereldtoneel wat er is. Dat is ook de Partij van de Arbeid. Het gaat niet alleen om... Niet alleen om de maatregelen en de koopkracht. Daar zijn we heel goed in en daar kunnen we elkaar enorm lang mee bezighouden. Maar uiteindelijk gaat het ook over die basiswaarden van internationale rechtvaardigheid en vrijheid. En daar staan we voor. En als er één minister is die dat verwoordt, dan is het wel Frans Timmermans. En ik moet zeggen, met pijn in het hart laten we hem gaan naar Europa. Maar we weten ook dat er ook op dat toneel gepresteerd moet worden. En ook dan ben ik trots dat wij de best mogelijke mensen kunnen leveren aan Europa. En er is nog iemand die ik in de komende periode ga missen. Ik verklap u vast geen geheim als ik zeg dat de afgelopen 2 jaar niet heel makkelijk waren. Niet voor Nederland, maar volksvertegenwoordigers, als het goede volksvertegenwoordigers zijn, die merken dat. Als het buiten stormt, dan voelt de Partij van de Arbeid-fractie dat binnen. Dat is eigenlijk maar goed ook. En dan is het zo belangrijk dat er mensen in die fractie zitten die met ervaring en een sociaal-democratisch hart, als het even het zelfvertrouwen een beetje zakt, ons weer mee kunnen nemen. Die ons het belang kunnen vertellen van een sociaal-democratie die stapje voor stapje, soms zwoegend inderdaad, stapje voor stapje haar idealen waarmaakt. Iemand die in die fractie ook zelf heeft laten zien dat wat volhouden is, wat doorgaan is, wat tegenslagen overwinnen is. En wat het betekent om voor mensen resultaten te bereiken. Want het was dankzij Mariette Hamer dat het sociaal akkoord een plek kreeg in het regeerakkoord en uiteindelijk een plek kreeg in die belangrijke wet werk en zekerheid en al die andere wetten die erbij horen. Zonder Mariette Hamer hadden we die stapjes niet gezet. En daarom zeg ik nu met pijn in het hart, we gaan Mariette Hamer in de fractie heel erg missen. Ik wil je heel erg danken voor al het goede werk en even op het podium vragen. Dames en heren, Mariette Hamer. Ja. Diederik, dank je wel. Het leuke van afscheid nemen is dat je ook dingen terug mag zeggen en daar even de tijd voor nemen. Maar ik ga jullie programma niet in de war gooien. Maar ik wil wel zeggen, want je hebt die mooie woorden ook in de fractie gezegd, en dat ontroert natuurlijk zeer. Want we hebben met z'n allen een lange weg afgelegd. Ik zelf niet 16 jaar, voor mijn gevoel. Maar eigenlijk wel 20 jaar. Want voor mij is het begonnen toen Felix Rottenberg mij vroeg om met een heleboel vrouwen het partijbestuur in te stappen. En daar de partij te gaan veranderen. En volgens mij hebben we dat aardig gedaan. Want we hebben nu een fractie met heel veel vrouwen. En dat hebben we al een heel poos. En naar mijn gevoel horen die vrouwen er net zo goed bij als al die mannen.
Dus dat hoort bij elkaar. Dus het is een groot misverstand dat we er dan alleen daarvoor zijn. Maar wat veel belangrijker is in die lange weg, is dat ik heb geleerd dat niemand het alleen kan. Niemand. Dus ik wou eigenlijk jou, maar ook al die mensen hier in de zaal en achter jullie, al die leden van ons, bedanken omdat we het met elkaar hebben gedaan. Mag je best wel klappen. Want het is zo dat een kabinet, en dat zeg ik ook tegen de bewindslieden op het eerste rijtje, die kunnen het niet zonder een fractie. Dat werkt niet. Als je geen steun hebt in een fractie, dan red je het niet. En die fractie, die kan het weer niet zonder zijn leden. En de leden kunnen het weer niet zonder al die vrijwilligers die het werk met ons doen. En zo werkt het in de Partij van de Arbeid. En ik ken eigenlijk geen partij die daarin ook zo kritisch kan zijn. Want ik heb ook wel eens bij andere partijen gezeten die zich voorop stellen dat ze veel leden hebben. Maar daar kan je niet zo discussiëren als hier net gebeurde. In de felheid en in de passie waarmee we dat doen. Dat is de Partij van de Arbeid. Dat is ook de Partij van de Arbeid die stapje bij stapje die wereld beter brengt. Dat heb ik in die 20 jaar gezien. Dat voelen we misschien niet elke dag, maar dat is wel zo. En ik hoop, en ik zal het als toeschouwer zeer belangstellend volgen en op een andere plek proberen daar toch ook een bijdrage aan te blijven leveren. Maar ik hoop dat we daar nog heel lang heel veel mee doorgaan. En ik ben ervan overtuigd, want de sociaaldemocratie gaat nooit verloren. Dankjewel. En inderdaad ook, Mariet, staan we af aan een zo mogelijk nog belangrijker orgaan, de polder. En we hebben er alle vertrouwen in dat daarmee ook de belangen van Nederland weer een stapje verder zijn geholpen. Na deze woorden ben ik eigenlijk wel weer genoeg aan het woord geweest. Als je de afgelopen dagen meetelt al helemaal. Dankjewel. Dus jullie mogen. Het woord is er nu. Wilt u zich weer opstellen bij Margot en bij Petra en even uw naam noemen?